mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens Met Joey. In deze aflevering gaan we verder met aflevering nummer 2 van de Jeep Chelsea Blackhawk. Want we gaan rijden en crossen in de kuil in de Muiden. Oké, de jongens, testing 1-2. Hier achter mij zie je Vaderman en daar staat de Jeep die we vandaag meekrijgen. Hier is de Chelsea Jeep die we mee gaan nemen. En met deze Jeep gaan wij vette dingen doen. Binnen gaan we even praten met meneer Vaderman zelf en vragen waarom deze Jeep zo speciaal is. En hij kan er meer over vertellen. Ook van de specs, motorblok en dat soort dingen. Voor PK. We willen allemaal weten. Ik ga nu naar binnen. Hey baas, alles goed? Ja, goed met jou? Lekker. Hij gaat nu vertellen wat er zo speciaal is aan die Jeep. We zijn bij Vaderman Automotive en wij zijn Alfa Romeo dealer, Fiat dealer, Kia, Abarth en Jeep dealer. Waaronder ook Chelsea Jeep. En die verbouwen wij, verbouwen Wranglers tot wat het land wil eigenlijk. We kunnen alles aanpassen. Chelsea Jeep is een Engelse auto eigenlijk. Een Wrangler die helemaal omgebouwd is door Kaan Design, een Engels designer, Afzal Kaan. Die bouwt ook Range Rovers om en andere auto's. En wij doen het zelf hier in Nederland. En daar bouwen we exterior en interieur om tot eigenlijk wat de klant wil. De auto die we meenemen, hoe heet deze auto? Dat is de Blackhawk, dat is eigenlijk het paradepaardje. Daar is alles aan veranderd bijna. En dat maakt me, dat is eigenlijk de dikste uitvoering die we hebben. Exterieur is het, zijn de bumpers helemaal veranderd. Hij is uitbouw, de grill is veranderd en andere lampen. En daarbij zitten er 4 uitlaten onder. Die zorgen voor een extra dik geluid bij de V6. En interieur hebben we er sportstoelen in gezet van leer. En achterin een hoes omgedaan om de achterbank heen, een leren hoes. Ik ga deze auto nu testen. Ja. Denk jij dat ik met deze een berg op kom? Ik denk dat het wel goed gaat lukken. We hebben twee, je kan instellen, 2-wheel drive en 4-wheel drive. En met 4-wheel drive moet het prima lukken inderdaad. Oeh, 60 naar het plafond. We gaan nu het strand op, maar voordat we het strand op gaan, gaan we eerst heel voorzichtig onze weg maken naar een locatie waar helemaal niemand is, geen honden, helemaal niks niet. Dat wil natuurlijk niet dat er gewonden vallen of dat er narigheid van komt. We gaan kapot schijnen! We gaan kapot schijnen! Wow! Wow, die drone is de beste aanschaf ooit. Nee, echt niet man! Oh god! Kut! Kut! De auto is net! Oké dan, jongens, we zijn nu echt in de modder. We zijn in de crosskuil en deze crosskuil heet de kuil in de Muiden. En ik zie dat ik daar een combo kan maken met de auto. Zo, ik zie echt een moe. Oh, als ik daar nog maar uitkom, hè? Dat kan. Fuck, het moet gewoon, man. Shit, man. Doe het! Dit is fucking leuk. Oh, fuck. Ik rijp op. Dit is niet voor de auto, hoor. Dit is niet voor de auto, jongens. YOLO! Gas op de YOLO! Oh, holy shit, hoe moet ik hier nou uit? Dit kan niet! Nou, dit, jongens, dit kan niet! Nee, maar wat hier? Fuck, dit ga ik door. Oh, ik hoop die auto in de schaartje gehaald. Tering heavy shit, ik hoop echt dat die auto nog oké is. Het is wel fijn, want dit ding, hij stopt echt helemaal nergens voor jou. Nee.
Nee. Die echt niet. Nee, maar hij is echt een stijl, joh. Nee. Ja, maar ik ben bang dat die onderkant beschadigd raakt, man. De van de bok, als je omhoog gaat hier. Ja, man. Maar ik weet toch gewoon weer achter. Daar gaan we! What the fuck? Hij komt gewoon omhoog! Wow! Sta vast! Sta vast! Jij schiet! Oké, nog een keer? Ja. Oké, fuck this! Iets schuiner. Iets minder rechts rijden. Holy fuck, man! Check hoe stijl die is! Dit is fucking stijl. Holy fuck! Gas! Oh, ik ga zo naar die onderkant kijken, we gaan zitten op de wasstraat. Oh, die shit, ik hoop toch geen plastic licht daar. Kijk. Maakt niet uit, ik betaal het gewoon. Want als ik je auto meeneem en er gebeurt wat mee, zoals nu, dan betaal ik het gewoon. Want zo werkt dat in de grote mensenwereld. Wil je nog even één slinger doen dan? Ja. Oké, fucking kutleef. Video van het rijden met de Blackhawk van Vaneman Auto's. Vaneman, nogmaals heel erg bedankt voor het gebruik mogen maken van deze fucking vette auto. De schade die is ontstaan door mijn toedoen, die betaal ik natuurlijk gewoon. Jongens, als jullie schade maken met een voertuig van welk bedrijf of welke deal dan ook, moet je het altijd zelf ook betalen, want zo werkt dat. Het was een hele leuke rit, de kaal was fucking vet, zelfs Jeroen heeft een beetje gekrost, het was hartstikke leuk. Vond jij het ook een leuke video? Zeker liken, share en delen en laat ons weten welke auto van Vaneman jullie de volgende keer willen zien. Lieve mensen, bedankt voor het kijken, abonneer op Volgens met Joey en druk op dat belletje, want dan ben jij de eerste die het ziet als wij een nieuwe video online gooien. Tellingen rustig!